Nee. We gaan van start met de Micromaxen. En de Micromaxen die zijn ook thuis. Kunnen ze dat bekijken. Opa en oma, en is niet in de gelegenheid zijn om hierheen te komen. Dan kunnen ze naar het kleinzoon of kleindochter kijken. Hier op het prachtige circuit van Genk. Gaan ze nu wel weg? Ja. Nu gaat het rode licht gaat uit. En ze gaan weg. En dan, wie is dat? Is dat knapen in de... Ah, knapen, ja. Zo, die Dan Richards die denkt van knapen, jij knijpen, ik zal hem even knijpen. Ik zal even de eerste plaats nemen. Dan Richards, de man voor NL Expo. Zijn broer rijdt inmiddels ook al. Ja, die is net 1 jaar geworden. Maar hij is ook al te vinden in iets verrijdbaars. En Dan is dan nu aan de eerste man op dit moment binnen het veld van de Micromaxen. En daar in de Paul Lemmerscurve, dat wat ik al zei, ik wil het best wel herhalen, want hij is ook die zoveel voor de sport betekend heeft. In de Paul Lemmerscurve, daar gebeurde het. Daar was het dat Richard denkt van, hey, plek hier is voor mij, ik zal het even jatten. En wie ging mee? Van Dijk ging mee. En Max Knapen zit dan op een derde plaats. En Dani van Ruiten, nee, het is ja, Dani van Ruiten op 4. Kijk, klein treintje, achterom kijken. Ja, dat moet je niet doen. Anders hadden we wel spiegels. Kijk, en het is ja, Van Dijk die op 1 gaan. Dan Richards op 2. Dan op een derde plaats is het Dani van Ruiten. Een oproep voor Michael Melis. Michael Melis van kartfoto.com. Of die even naar de hospitality zou willen komen. Michael Melis. Of je even naar de hospitality zou willen komen. Dan Richards. Richards. Start nummer 10. Hij is niet meer op de eerste plek te vinden, nee. Het is Mitchell van Dijk. Van Dijk, Richards op een tweede. Dani van Ruiten met de snelste tijd op dit moment hier. 1-4-8-3-1. 1-4-8-3-1 met Max Knapen met 48. Oh, naar een vierde plek. En Tom Braken, daar zit ik eigenlijk even op te wachten. Hè. Die Braken, want daarnet heeft hij in de vorige mans, heeft hij toch laten zien, de Belgieker. Dat hij hier
zich wel lekker thuis voelt. Hij heeft nu de aansluiting gevonden op de vijfde plek achter de kopgroep. En de kopgroep wordt aangevoerd door Mitchell van Dijk. Althans, ja, dat is nog steeds zo. De rookie met de oranje bumper aan de voorzijde. Dan Richards met start nummer 10. De man voor NL Expo op een tweede plaats. En een derde is dan voor degene met start nummer 1. Of niet? Ja, Richard gaat naar 3. En degene met start nummer 1, Dani van Ruiten op een eerste plek. En dan is het Tom Braken probeert dan ook nog wat. Kijk daar. In die Paul Lemmens koeren vandaag gebeurt altijd zo lekker veel, hè? Oh, dat is wel zo gaaf om dat te zien. En zo mis je dan. Zo lig je 1 en zo lig je 3. Want het is nu Van Dijk, Ruiter, Richards en Knapen. Nu op een vierde plaats met start op 48. En Braken probeert natuurlijk alles op alle. Kijk. Hij gaat naar een derde plaats. Een derde plaats is dan voor Knapen. Dan Richards naar 4. En Tom die zet hem bij Dan Richards ernaast. Hoe klein die Dan Richards ook is. Maar hij laat het niet gebeuren. Nee. Nee, want die krijg je niet zomaar van zijn stuk. Vierde plaats. Tom Braken. Braken achter Dan Richards. De man voor NL Expo. Michael Melis. Of je even wil gaan naar de hospitality. Michael Melis. Of je even naar de hospitality wil gaan. Oké. Dani van Ruiten. Van Ruiten. 1-4-7-99. 1-4-7-99. Mitchell van Dijk. Op een eerste plek. De man voor Zoet Racing. Ik begreep ook dat ze zich ook goed begeven hadden. Ook in andere takken van sport. En ook daar veel furoren maakten. Hier is het. Kleine mannetje van Dijk. Hè? Komt net boven het stuur uit. Maar rijdt de sterren van de hemel. Sterren van de hemel. Met Dani van Ruiten op 1. Op 2. Met Max Knapen voor Hugo Motorsport. Een derde plaats met start op 48. En Daan Richards. Inmiddels is hij nog een plaatsje naar achteren. Tom Braken. Braken aan Richards voorbij. Heeft even geduurd. Maar goed, het zij zo. We gaan eens ook even kijken. Waar vindt zich in het gezelschap? Is het Esmee Kosterman? Esmee Kosterman op een negende plaats. 10. Laurens Weber met Strouwen, Nijs en Mees van der Rijt op een 13e plaats. Helemaal achterin. Geen schande. Alles moet je leren in je leven. Ook karten en ook voorop rijden. En heel veel kilometers bepalen ook later op wat voor positie je nu mogelijk kan rijden. Heel veel kilometers is ook dan geeft een bepaalde voorsprong. Maar hoe meer je traint, hoe bedrevener je uiteraard wordt. Geldt in elke klasse in de kartsport, maar eigenlijk in alle soorten van sport. Mitchell van Dijk. Van Dijk. Wordt die zo? Gaat de aanval zo komen van Dani van Ruiten? Dan Mitchell van Dijk voor diegene die thuis zitten te kijken. Dan denken ze van, hoe kan het nou twee eens? Twee eentjes die achter elkaar zitten. Ja, de ene is een 1 van de rookie. En de andere is de 1 die in deze klasse de meeste punten heeft. En het recht heeft op het Nederlands kampioenschap. Straks. Van Hees op 6, 7, Bogaerts 8. Is het Kosterman 9, Ezenga met 10, Weber en Strouwen. Strouwen en Van der Rijt. En dan vinden we als laatste Nijs. Len Nijs. Op een laatste plaats. Snelste tijd is dan ook voor Dani van Dijk op de eerste plaats met 1-4-5-3-9. 1-4-5-3-9. En ben benieuwd of Dani van Ruiten het hierbij laat zitten. Dani van Ruiten uit het team van Ramon Rietveld Racing. Ook is het de grote sponsor in Ramon Rietveld. Vader Hartog. Maar ook Dirk Honing. Hier helaas niet aanwezig.
Dirk Honing ook die Ramon Rietveld een warm hart toedraagt. 1, 2, 3 en 4 en 5. Dan spreken we over Van Dijk, Van Ruiten, Knapen, Braken en Richards. En van de man met de witte helm nu op de laatste plaats. Zeker zal dan alles bekeken worden. Ook van thuis uit zijn moer. Zijn moeder samen met zijn broertje. 1 jaar net geworden. Jerry, volgens mij is dat. Als ik het goed onthouden heb. Die naar zijn broer zit te kijken en misschien er nog niet het besef van heeft dat het zo is. Daan Richards. Richard wel met de snelste tijd, hè? En dan zien we. Wat doet Braken? Braken, Braken, Braken. Ja. Hij heeft het plekje te pakken, hè? Tom Braken heeft het plekje te pakken. Hij is nu te vinden op de derde plaats. 4 Knapen, 5 Daan Richards. Daan Richards op een vijfde plek. Van Dijk. Van Dijk, we zitten. We hebben 9,5 minuut hebben we inmiddels gehad. We hebben 9,5 minuut gehad. En het is dan ook toch Mitchell van Dijk nog steeds aan de leiding. Maar hoe lang zal dat duren? Want die Tom, die gaat. Wel of niet mee. Ja. In die Paul Lemmens curve. Daar gebeurt het, hè. Heel vaak. En weer terug. Die Van Dijk. En dan die Beert wel. Wel niet. Nee, het blijft Van Dijk. Wat gaaf, zeg. Jee, wat mooi, zeg. Die Braken maakt er ook een mooi feestje van. Want wat doet hij nu? Nu gaat hij wel, ja. Het is inderdaad ook op het scherpst van de snede. Gaat het hier ook bij de Micromaxen. Wat is dit mooi om te zien, hè. Zo gaaf. Ook Van Dijk, Ruiten, Braken maken er voor het publiek zeker een mega feestje van. En ook voor ons mooi om naar te kijken, verslag van te doen. De laatste fase van de wedstrijd zitten we bijna in 10,5 minuut. En met nummer 1 is het Mitchell van Dijk met Dani van Ruiten. Maar Tom Braken is degene met de snelste tijd in handen. Komt hij? Max Knapen doet hij. Laat hem remmen. Kijk, zo ben je plekje kwijt. Tom, kijk dan. Ineens op een vijfde plaats. Daarnet op 2 en nu op 5. En dan zit je in de allerlaatste fase van deze mans. Dan weten we natuurlijk wel dat Dani van Ruiten mogelijk toch de volle winst naar zich toe trekt. Maar waar zit bijvoorbeeld Richard? Richard met startnummer 10. Man met het witte helmpje. Daar gaat hij. Kijk. Dani van Dijk toch weer naar 2, hè? Toch weer naar 2. Oh, wat gaaf, jongens. En Knapen daarachter, daar Richard. Komt eraan, gaat de Knapen voorbij. Pak dan de derde plek, hè. Ja, de man voor NL Expo. Hoho, wat is het gaaf, jongens. Dit is mooi om naar te kijken. Zeker bij die kleine mannen. Dan vinden we Dani van Ruiten. Daar komt hij. Laatste ronde. Knapen vol in de swing. Vol in de swing. Plekje kwijt voor Knapen. Daar is de laatste ronde. Laatste ronde. Van Ruiten. Mitchell van Dijk. Dan Braken, Hees, Knapen, Bogart, Richards. Hij is verdwenen. Dat was een kleine touché waar ik geen zicht op had. Vlak voor die tribune heeft het dan plaatsgevonden. Want Knapen zag ik hier vol over het gras weer de baan opschuiven. Dan moet het dan Richards ook bezig zijn die bij de confrontatie zat. En nu dan op een zevende plaats te vinden. Ja, de mannen willen natuurlijk allemaal eerste worden. Dat begrijp ik. Maar we vinden dan Dani van Ruiten, Mitchell van Dijk. En Tom Braken, die bepalen wie 1, 2 en 3 is. En Daan Richards zit er dan helaas niet meer bij. Ver achterin. Want dan op een zevende plek.
en knapen op 5. Grote teleurstelling. Zeker bij Daan. Daar komt de finishvlag. We hebben dan Dani van Ruiten, Mitchell van Dijk en Tom Raken. Zo is de volgorde. Wat is hij blij, hè? Oh, en in andere klasses zie je amper een hand omhoog gaan. Want waarschijnlijk zijn ze dan zo moe om vrolijk te zijn en blij dat ze gewonnen hebben. Maar bij deze jongens geldt het nog altijd handje omhoog dat ze blij zijn. Dat ze de plaats hebben behaald die ze graag wilden. Of niet. Lennart Fennink, de man van de KZ2. KZ2 Plus, Lennart Fennink.